Ik vind het vreselijk. We're there! Ja, best satisfying vind ik. Breakfast is ready. Kijk dan, de target. Burst body fat. Ik denk dat we echt een uur in de rij hebben gestaan als het niet langer is. Me and my new sweater. Oh my god, we hebben onze bestelling. Twee cheeseburgers en frietjes. Oh my god, dit is echt een merk. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik start hem vanuit de auto en ik ga naar Schiphol toe. Ik heb Navy nog even op mijn schoot. Die zet ik straks bij mama. Die stapt zo in. Maar ik heb er zoveel zin in. Vandaag is de dag dat ik naar Amerika vlieg samen met Bibi om naar Coachella te gaan. Dus OMG. Ik kan niet wachten. Ik moet maar een beetje gaan rijden. Ik moest net 3 koffers naar beneden toe tillen. Ze staan allemaal achterin. Ik heb die gekregen van Northview. Dus als je de koffers voorbij ziet komen in de vlog. Ze zijn van Northview en ik ben er echt mega blij mee. Maar let's go to Schiphol. En daar zie ik Bibi. We konden niet met 1 auto omdat letterlijk mijn auto vol zit met koffers. Oh my god, jongens. Ik kan echt wel janken. Het is tijd om afscheid te nemen van Navy. Schatje. Zie ik jou voor 5 dagjes? Ik vind het vreselijk. Nou, mama past op Navy, dus die gaat op de passagiersstoel mee terug. Zo. Doei, schatje. Doei, schatje. Oh, jij hebt hem wel al. Auw! Woep, woep, woep. We zijn er. We gaan 3 maanden naar Australië om te reizen. Ja, we gaan backpacken. Ja. Met ja. Nee, ja, dit is dus voor 4 dagjes Amerika. Schamen we ons? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ik ga niet. Nee, 1 per dag. Let's go. Krijg jij hem überhaupt vooruit? Ja. Zal ik er nog even op gaan zitten? We moeten onze koffers gaan inchecken, maar elke keer als ik het zelf heb gedaan, raken ze kwijt. Dus dit gaan we eventjes gewoon mijn normale balie doen, want ik zie het heel... Papa en jouw moeder, straks raken we die koffer met schoenen kwijt. Ja, dan lopen we op blote voetjes. Echt. Ja, dat zou ik ook niet fijn vinden. Nou, jongens. Ik vind het echt heel gevaarlijk, denk ik. Ja, ik ook wel. Want ik heb net een nieuwe lens. Ja, dat zul je net zien. De camera is weer gefixt. Maar waarom is mijn haar zo raar? We hebben dus matching outfits aan. Ja. Ik heb precies het tegenovergestelde van Bieber, maar ik zal het zo even laten zien. Dit zijn mijn essentials deze ochtend. Wie zijn we nou? To go. Ik heb zoveel trek in Jonah Juice. Nou, we zijn door de security heen. Nu alleen nog paspoortcontrole. We made it! We zijn er helemaal doorheen en nu gaan we even lekker naar Jonah Juice toe. Even wat eten, drinken. En tijd doden, want we vliegen over 2 uur. Een lekkere Joe & Juice spicy tuna. Nog even een side note uit. Alle outfits die wij deze trip dragen zijn van Lovies. De accessoires, de schoenen, de petten, de tassen en letterlijk alles. Zelfs onze onderbroeken. Wel mijn pyjama. En mijn kimono en mijn handdoek. Nee, maar ik heb echt letterlijk geen andere kleding mee dan Lovies. Dus als jullie ook maar 1 keer afvragen, waar is het van? Logisch. We lopen nu naar de gate toe, want we moeten zo gaan boarden. En dan een 10 uur lange vlucht. Och. Naast jou. Ja. Echt, ik denk dat ik me op een gegeven moment geen houding meer weet aan te nemen. Ik denk dat we op een gegeven moment maar gewoon gaan rennen door die gang. Ja, op je nek gaan zitten ja, of zo. Gewoon op een yoga klasje zo. Ja. We're in the USA. It's a party in the USA. Kijk jongens, we begrijpen alleen niet waarom daar sneeuw is. Ja. We zijn geprankt. We gaan op wintersport. We're there in Palm Springs. Nou jongens, ik zit echt met mijn camera te kutten, zie ik. Maar dat is even niet belangrijk. We zijn er en dit is zo raar. Deze airport is dus gewoon buiten. Het voelt gewoon alsof ik in een soort waterpretpark ben. We moeten de koffers halen. Ja, het is niet normaal. Dan heb je zo'n lange vlucht gehad en dan vergeet je dat allemaal gelijk zodra je hier binnen stapt. Ik ben echt helemaal naar boven. Ik ben helemaal volgeladen. We gaan 5 koffers ophalen. Net moesten wij echt als allerlaatste wachten op ons bagage. Dus ik hoop
dat het nu wel sneller toe gaat. Ik ben ook helemaal klaar met deze pet trouwens. Ik kan gewoon hoofdpijn krijgen ervan. Of dat komt door jou. Nee, logisch heeft een taxi voor ons geregeld naar het hotel. En uit de taxi gestapt en hier aangekomen. Bij het hotel. Echt, het is zo leuk. Kijk, al deze gezellige bloemetjes. Maar we gaan even inchecken. We zijn beland op een soort vakantieresort-achtig iets met allemaal huizen. En we hebben dus huisje of kamer 407. Maar er wordt ook niet gezegd van, oh, je moet daarheen. Het is gewoon succes met je kamer. Hier heb je plat grond. En je zoekt het maar. Oh, ik denk wel hier we naar links. We kunnen wel golven. We kunnen wel golven, ja. Nou, we kunnen het niet. Ja, het is daar op de hoek. Ja. Oh mijn god. Onze koffers worden net gebracht, maar kijk dit. We hebben dus gewoon twee bedden. Dit had ik niet verwacht. Twee persoonsbedden ook. Gewoon fantastisch. Nou, onze koffers worden gebracht. En hier is nog een badkamer. Oh, wat ruim ook. Dit is zo chill. Kan je lekker alles uitstallen. Genoeg ruimte voor kleding. En nog een bad, een douche. Oh, wat heerlijk jongens. Zo blij dat we er eindelijk zijn en we gaan even lekker settelen. Oh, mijn huid is alleen niet echt blij met what's going on op dit moment. Zo, hallo. En Jade is even aan het douchen en die vroeg mij of ik een roomtour slash hoe wij alles hebben ingedeeld in de kamer dat even wilde filmen. Dus nou, she ask, I deliver. Hier. Op deze tafel hebben we letterlijk al onze sieraden, tasjes en alles voor haren en petten. Nou, noem maar op. Hebben we alles hier uitgestald. Ja, best satisfying vind ik. Oké, dan hier alle schoenen. Jade... Bibi, als ik goed zeg, ja. Oké, nou dan de kamer. Die hadden we net al eventjes laten zien. Dit wordt lekker mijn bedje. Dit wordt Jade de bed. Hier hebben we een van alles hoekje. Hier onze jassen. Maar ook elektronica en zo. Nou, allemaal hartstikke leuk. Dan, niet heel onbelangrijk. De koffers met al onze kleding erin. En dan, last but not least... De toilettafel met letterlijk, ja, wat kan ik hiervan zeggen? Alles wat een meisje nodig heeft. Dus we zijn helemaal gezetteld. Oh, wat is het heerlijk jongens. Ik heb lekker gedoucht. Ik kleed me om. Ik heb gewoon helemaal een zwarte outfit aan. Want we gaan gewoon eventjes het hele resort verkennen. Het is echt mega groot. Ik zal jullie zo even de plattegrond laten zien. Maar ik laat mijn camera wel eventjes hier. Want echt, ik ben blij dat ik even zen ben. Dus ik ga eventjes alles opzij leggen. En nu even genieten van dat we hier zijn. Want dat besef ik me eigenlijk nog helemaal niet. We zijn gelijk naar de hotelkamer gaan uitgepakt. Zodat we helemaal even bij konden komen. Want het was zo'n lange reis. We zijn om 6 uur 's ochtends ben ik uit mijn bed gegaan. En het is in Nederland nu volgens mij echt al 4 uur 's nachts of 5. Dus ik ben al bijna 24 uur wakker. Maar twinning! Leuke outfit! Ik heb mijn gezicht lekker gereinigd. Een cremmetje op. Geen make-up op. Echt, het leven is fantastisch. Wat kan je je toch herboren voelen na zo'n lekkere douche? Ik ben ook zo blij dat we de kamer gelijk even helemaal geordend hebben. Ik ga mijn schoenen aandoen. Het is wel donker buiten, maar we hebben ook niet zoveel trek. Maar er is zo'n soort marketplace waar je gewoon hopelijk fruitjes en zo kan halen. Dus daar gaan we even kijken of die nog open is om daar wat te halen. En anders moeten we even ergens wat gaan zitten, want... We moeten wel nog echt een beetje eten, anders word je midden in de nacht gewoon wakker met vreselijke trek. En dat wil ik ook niet hebben, want ik hoop gewoon dat we een beetje door kunnen slapen. Ik moet zeggen, ik ben nu al een beetje over mijn slaap heen, maar het kan echt ieder moment weer terugkomen. Maar, let's go. Ik wil jullie toch even meenemen in waar we lopen, want het is zo'n plaatje. Echt niet normaal. Kijk waar ik aan land. Kijk nou. Echt sorry voor de kwaliteit, het is gewoon met mijn iPhone, maar... Het is echt niet normaal. Dit... Het is echt, we zijn alleen nu dus niet meer op het park. We zijn nu al off-road. We zijn zo goed bezig. Ja, we moeten weer eventjes terug het park op. Maar dit wilde ik echt even laten zien, ook met die maan. Ja, het is gewoon een party in de USA. It's heaven, baby.
We gaan even snel wat eten hoor. We hebben beide een harvest bowl met echt een mega groot stuk zalm. Eet smakelijk. Oh ja, ik zal jullie de map nog laten zien. Check dit. Wij zitten dus... Oh, hij is verkeerd om. Wij zitten dus hier. Hier is de lobby. En nou, het is echt een vet groot park. Niet normaal. Good morning, Palm Springs. De gordijntjes gaan open, of hoe je dit ook noemt. Kan ook gewoon zo trouwens. Maar het is tijd om naar de gym te gaan. Ik ben helemaal ready. Bibi ook. Ik ga even... Oh, je hebt het ding op slot gedaan. Ik ga even buiten kijken. Kijk eens aan. Oh my god. I love it. We zitten blijkbaar bij een ice dispenser. Dat is echt iets wat heel Amerikaans is. Maar... Oh, het is best wel koud buiten. Echt? Ja. Maar misschien omdat het ja, nog zo vroeg is. Ja. Wist je dat dat echt Amerikaans is, zo'n ice dispenser? Die zit dus over heel het park. Dat zag ik ook al op de map. Ja, gewoon zeg maar waar je ijs voor je water. Oh. Dat was toen ook dat ik op de cruise was. Toen zat het ook echt overal op de cruise. Dat ik dacht, waarom? Oh mijn god, slow. Nou, dit is dus de gym. Maar sweaty workout. Het is wel echt super groot. We're done. Nee. Oh, we moeten nog... Kut. Ik dacht dat we klaar waren. Maar we gaan nog onze abs doen. We're back. En nu zou je denken, oh, gelijk helemaal omgekleed. Wat zijn jullie goed bezig. Nou, wij hebben net echt... anderhalf uur alleen maar outfits doorgepast om te kijken wat we nou aan willen naar Coachella en wat niet. We hebben twee outfits, het is nog een beetje lastig allemaal, maar ja, het is gewoon dat alles leuk is en dan weet je gewoon niet wat je nou uiteindelijk aan wil naar Coachella en wat niet. Maar we gaan even ontbijten, want het is tot 11 en het is nu 10:45. Dus we gingen om 7 uur sporten. Zo lang hebben we dus gedaan over sporten en outfits uitzoeken. We hebben nog geen make-up gedaan, maar ja, we moeten echt even ontbijten. Deze zonnebril, guys, doet echt zeg maar... precies niks. Ik kijk er doorheen. Het is gewoon alsof ik door mijn normale bril in kijk. Maar ja, dit zijn onze lookjes. Helemaal leuk, hè? Het is ook lekker warm. Helemaal lofies, hè? Helemaal lofies. Girls gone lofies. Oh, dit jurkje kruipt wel een beetje omhoog. Oepsie. Breakfast is ready. Dit heb ik genomen. Nog wat dingetjes om te delen. Ach, heerlijk. Omgekleed en al. Laat eens even zien wat heb jij aan. Je hebt een heel leuk bohemian setje aan. En ik ben volledig in het zilver. Wil jij mij eens filmen? Nee. Oké. Ja. Kijk eens wat mooi. Ik heb dit aan. En deze hoort er dan dus bij. Nou, hoort er niet bij, maar dat vind ik. Ja, dit outfit is echt geweldig. Of het voor Coachella moest bewaren, maar het zit niet heel lekker en dat vind ik wel belangrijk. Ja. Dus ja, dit wordt de look voor de foto van vandaag. Love it! Time to move our ass. We hebben fotootjes gemaakt en we gaan nu lekker een heel stuk wandelen. En niet zomaar. Oh, ik zie allemaal mensen die ook naar Coachella toe gaan, denk ik aan hun outfits te zien. We gaan eventjes naar een soort winkelcentrum-achtig. Maar dan allemaal buiten. Maar er staan gewoon zoveel winkels. Echt van de Target tot een CVS, In-N-Out, Crumble Cookies, Trader Joe. Echt niet normaal veel winkels daar. En ik weet dat in Amerika eigenlijk niks echt te lopen is. Maar we gaan het toch doen. Het is 50 minuutjes. We gaan wel een Uber terugpakken. Maar het is zulk mooi weer en we willen bruin worden. Maar we hebben ook weer geen zin om aan het zwembad te liggen vandaag. Dus... lekker op pad. Lekker op pad. Je hebt een jullie op pad. Nou. Dit uitzicht bent echt niet, hè? Nee, het is echt niet normaal. Ach, ik kan nu al huilen om het feit dat we naar huis moeten. Ja. Straks. Dat het gewoon al echt, dat het snel is. Ja. We zijn van het resort af en verbazingwekkend, er is een stoep. Oh. Dus we lopen lekker langs... ja, wel een hele snelle weg. Ik weet niet of het een snelweg is, maar het is wel een snelle weg. Een snelle weg. En we komen gelukkig wel andere mensen tegen die lekker aan het wandelen zijn. Maar ik ging dus gisteren echt op Google Maps helemaal met zo'n pinnetje mezelf op de kaart neerzetten om te kijken of je wel erheen kon lopen. Want er stond wandelroute beschikbaar. Maar ja, ik weet niet of het in Amerika normaal is om gewoon op zo'n stoepje langs de weg te lopen. Dus ik wilde het wel even dubbelchecken. Maar ja. Hier en ik hoop dat we het halen. Nou, wie dit logo niet kent, die leeft wel onder een steen. Ook al ben je nog nooit in Amerika geweest, want we zijn bij In-N-Out. Grappig. De Target. Nou, we gaan erin. Het is echt een bizar grote winkel. Dus we zijn zo benieuwd. Kijk dan, de Target. Fantastisch. Nou jongens, het zou je maar gebeuren. Ongesteld zijn op Coachella. Gewoon beide. Beide, ja. Maar ja, dat hebben we ook nodig. Maar dit is dus helemaal een ding hier. En dat willen we proberen. Celsius.
En we hebben lekker limonade mee, zodat we dat op de kamer lekker in onze waterflesjes kunnen doen. We hebben een tasje. Jij had deze, hè? Jij hebt sparkling white peach. En ik heb sparkling prickly pear lime. Oeh, sparkling prickly pear lime. De mond. Cheers. Cheers. Oh, heel lekker. Ach, deze is ook echt heel lekker. Ja. Oh ja. Ja, die voor mij is lekkerder. Ja, maar ik vind mijne ook heel lekker. Juist, jouw heeft nog meer smaak, ja. Mijn is de oase spice. Oh, heel lekker dit. En er staat dus echt inslaan. Er staat dus op dat drinking Celsius prior to fitness activities. Oh, we moeten ze het eigenlijk van tevoren drinken. Helps energize, accelerate metabolism and burns body fat. Er staat ook your ultimate fitness partner. Dus het is echt een soort pre-workout, denk ik. Nou ja. Je hebt echt helemaal van je bril. Ja, van die in mijn gezicht, hè. Kijk hoe grappig ze dit vindt. Aangekomen in Ulta Beauty. Echt, oh, de droom. We gaan eventjes rondkijken hier. Ze hebben zo intens veel. Dit blijft echt mijn favoriete concealer, de Shape Tape. Eigenlijk moet ik hem er even meenemen, maar ik weet mijn kleur niet. Oh, terug in de kamer. Ik heb eventjes nog wat dingen gehaald samen met Bibi. Namelijk deze almond chocolate chip cookies. Bij Ulta heb ik nog even zo'n hand sanitizer gehaald. Die is wel handig om mee te nemen straks. En twee keer die Halo Glow Beauty Wand van Elf. Want die is echt heel chill. En nog iets. Oh ja, een chocolate bar. Chocolate almond sea salt. En we hadden dus net een matcha gehaald op het resort. Dus ja, het is wel een sweet matcha. En ik zei, oh ja, is prima. Dit is gewoon een soort van frappuccino. Dit zeg maar, matcha hoort gewoon dat je denkt, nou, het hoort naar gras te smaken. Nou, dit is gewoon pure suiker wat ik proef. Dus dat is niet echt een go. Maar ja, as fake as we are, gaan we er wel even een fotootje mee maken, hè? Of niet? Zeker weten. Dan ga je toch niet je make-up eraf halen? Ik hoef geen foto met de matcha. Jij wel? Ja? Dat zei je net. Ja, ik dacht leuk, maar ik hoef het niet per se. Het was meer een idee. Oké. We zijn ons klaar aan het maken. Oh my god, ik wilde net zeggen hoe lekker deze reep is. Ik viel er een stukje op de grond, maar oh, het is heerlijk. We zijn lekker in onze lofies kimono's. Bibi, de telefoon hangt daar. Haar gewaved. En dan zo. En plak hem aan het raam. Nou ja. Ik mag mijn camera dus niet mee naar het festivalterrein. Dus de beelden die ik op Coachella ga filmen gaan met mijn telefoon worden. Dus I'm so sorry. Maar ja, kan ik helaas weinig aan doen. Ik ben nu dus eventjes lekker make-up aan het doen. We zijn wel wat later dan gepland. Maar vandaag waren er ook nog niet heel veel mensen op vroege tijden die we wilden zien. Dus we hebben lekker optimaal genoten van de dag gewoon hier. Ik ga mijn outfit zo laten zien. Die heb ik in ieder geval in mijn hoofd. En ik denk dat wij met een half uurtje of zo al ready to go zijn. Ja, dan gaan we lekker swingen en zingen. Zwingen en zingen. Swingen en zingen. Ja, dat zeg ik. Swingen en zingen. Oh, dat hoorde ik echt niet. Ik dacht zingen en zingen. Dubbel zang. Nou, wij gaan ons nog even verder klaarmaken. Veel glitter, hè? Glitter en glimmer. Oké, make-up zit erop. Haar is dus helemaal klaar. En dit is mijn look. Ik ben helemaal voor jeans. Dus een jeans jurkje. Een jeans bucket hat. En ook nog deze. Helemaal leuk. Bibi, haar outfitje is dit. En we gaan lekker naar Coachella. Oh ja, zilver broekje. Zilver broekje. Shirtje. Pailletten shirtje. Zilveren bikini top. Zilveren hakjes, laarsjes. En een hele grote hoops. Hoela hoops. Hoela hoops. We are all ready to go to Coachella. Nou, de lookjes. So excited! Aangekomen op het festivalterrein. Dit is dus wat we zien. We moeten echt nog best wel ver lopen. Maar dat had ik ook wel verwacht. Maar er staan hier dus allemaal van die fietsjes en zo. Volgens mij kunnen deze gewoon je terugbrengen na het festival. Oh my god, kijk deze roze. Nou ja. We zijn echt helemaal inspired hier. Kunnen we even deze maken? Wil je een fotootje maken? Zonder flash. Zonder flash? Met flash? Zonder. Zonder.
Er staat dus best wel een windje, maar... Kom. Wow, komt de fietser weer achterlangs. Maar het komt helemaal goed. Zo meteen staan we ook lekker in de menigte. We'll be okay. Alright. Oké, okay, mag ook. Ja. Oh my god, we're in. We zijn er. Door de security heen, bandjes gecheckt. En nu zijn we officieel. Zo vet. Terwijl eigenlijk ziet het er nog niet spectaculair uit. Behalve dat reuzenrad. Peggy Goo komt hier straks optreden en dat willen we natuurlijk zien. Dus we zijn eventjes hier op een bergje gaan zitten. Eigenlijk wel de beste view. Misschien kunnen we hier wel blijven zitten. Ja, zit het te mee zingen. Ja. Er staat wel echt een briefje, maar het is wel echt heel vet. De kwaliteit is echt als een baksteen. Maar ja. Hoe lang moeten we wachten? 10 minuten of zo. Goedemorgen. Ik heb me omgekleed. Ik heb een bikini aangedaan. Natuurlijk. Van Lofies. En mijn shirt eroverheen. Ook van Lofies. En nu is het tijd om lekker naar het zwembad toe te gaan. Want we gaan eventjes zonnen. Daar kijk ik toch naar uit. Dus let go. Tijd om lekker te zonnen. Het is nog een beetje koud. Dus ik hou nog mijn shirt aan. Je bent er klaar voor, hè? Ik ga buiken. Hè? Oh. Oh my god, hoor de muziek. Nou ja, helemaal Coachella ready. Dit is mijn outfit. En het is echt nog super mooi weer en we kunnen niet wachten om weer te gaan. Coachella day 2. We zijn weer aangekomen op, nou nog niet op het festivalterrein, maar zijn weer op het deel waar je echt een uur moet lopen er naartoe. Ik heb trouwens gisteren gekeken, we hebben 33 minuten erover gedaan om vanaf het terrein bij de bus te komen. Dus dat was echt mega lang. Maar ja, oh kijk, en er hangt dus wat in de lucht. Normaal zeg je dat als je een voorgevoel of zo over iets hebt, toch? Er hangt hier iets raars in de lucht. Maar er hangt echt wat in de lucht. Laat me stilstaan. Het hangt niet precies. Oh, het is een campagne van Kendall. Ja, het is een campagne van Kendall Jenner van A18. Misschien is ze er wel. Ja, ze is er ook. Ze is er volgens mij gisteren. Wow. Ik had het volgens mij in mijn TikTok verteld. Hayley en Justin waren hier. Charlie D'Amelio is hier. Davy Albrecht is hier. Billie Eilish was er. Ja, en we hebben ze allemaal niet gezien. Nee. Thanks a lot, Rachel. Thanks a lot. Thanks a lot. Maar we hebben nog 2 dagen. We hebben nog 2 dagen, maar we lopen. De kansen zijn gemaakt. Ja. This song allows me to be loud about something I was quiet about for my entire life. So I'm gonna sing it for you now, and it's called Ice Cream Man, and it goes like this. Thank you so much. We hadden echt cravings naar frietjes, dus we gaan voor deze jerk chicken fries. Ik ben heel benieuwd. Ze zeggen dat ze helemaal vers aan het maken zijn. Nou, ik heb helemaal zin in. Nou, we hebben het hoor. Chicken en wat was het dan? Ik weet niet. Jerk chicken fries. Hurly de berry. Gaan we even lekker opeten hier. We gaan merchandise kopen. Ik wil die en Bibi wil daar die bruine. Ik denk dat we echt een uur in de rij hebben gestaan als het niet langer is. Ja. Echt lang. Oh. Maar het was wel lekker, want we hebben zoveel gelopen. Oh, we mogen. Oké, we got it. Allebei een bruine sweat. We hebben hem! Maar we zijn kapot. Ik heb vannacht zo kort geslapen, dus we gaan eventjes terug. En dan terug naar de VIP. En vanuit daar denk ik lekker terug naar de kamer toe. Het is ook best wel koud weer. Ja, het koelt heel snel af weer. Dat is wel echt... Dat is jammer. Jammer. Maar we hebben nu het eruit. Ja. Me and my new sweater. It looks gorgeous on you. Thank you so much. I have cold. What? I have cold. Cold? Cold. Cold? Cold. Cold? Cold. Oh, I have cold.
We're back. Terug in de hotelkamer. Ja, wat is dit? Een hotelkamer? Het is een huisje. Het is een maar zeg maar, het is één huisje en er zitten vier kamers. Ja. Maar ja, dat is heel raar. We zijn lekker terug. Ik ga mijn schoenen uitdoen. Oh, ja, lekker. Heerlijk. Ik heb dus deze trui nieuw gehaald en ik heb hem gelijk aan. Ik vind hem zo leuk. Zal ik hem ook aan doen? Doe hem even aan. Hoor je wat ze zegt? Gisteren gaat ze de sok loshalen van haar voet. Zegt ze, ja, dan is mijn voet vrij van mijn sok. Zegt ze, je snapt dat toch wel? Nou, dat snap ik niet. Ik doe gewoon... Maar dan doe ik mijn sok uit. Jij ging hem loshalen. Ja. 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 Omdat hij zo plakte. We zijn best wel vroeg terug. Het is op dit moment 10:00, denk ik. Maar ja, we waren er ook al best wel op tijd heen. En we hadden gewoon zoiets van, we zitten al met zoveel tijdsverschil in Nederland. We vinden het ook wel leuk om nog dingen een beetje op tijd te posten. Dus we kunnen nu lekker eventjes editen. Rustig aandoen. Morgen willen we wel tot het einde blijven, want dan is Doja Cat. Dus ja, we dachten, we gaan gewoon lekker op tijd terug. We hebben het echt heel erg gezellig gehad. Wij hebben het altijd gezellig. Ja, en daarom zeiden we ook van, ook op de hotelkamer hebben we het gezellig. Dus daarvoor hoeven wij niet op een festival te staan. En we willen ook niet dat we... Slaan dood. Nee, nu gaat hij te hoog. Ik had hem niet. Want dit vind ik toch zo lekker, mijn handen wassen dan. Ja, naar die woestijn. Ja, gewoon na een festival, na gewoon al die gore dingen aanraken. Naar die Palm Desert. Naar de Palm Desert. Ik heb dus door heel mijn haar van die ringetjes gedaan. Ja, succes. Ja, nou, ik dacht dus, want ik dacht, dan moet ik dat weer helemaal zo eruit gaan halen. Maar, waar is die ding? Als ik natuurlijk gewoon mijn vlechtje eruit haal, dan gaat dat ringetje er ook uit. Kijk. Dan heb ik hem gewoon. Zullen we even terugblikken op vandaag? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Wat hebben we allemaal meegemaakt? Nou, we begonnen lekker met een workoutje. Ja. We hebben lekker ontbeten. Ja. Heel lekker. Echt heel ontbeten. Lekker ontbijt. Het ontbijt is hier fantastisch. Echt niet normaal. Echt alles wat je maar wilt, kan je op je bordje leggen. Ja. Lekker yoghurtje, zalm, ei, gebakjes. Heel veel gebakjes. Ja. Toen hebben we fotootjes gemaakt in twee outfitjes. Ja. Nou, dan lopen we echt weer over het park als Jut en Jul op zoek naar de perfecte locatie. Maar ze zijn erg leuk geworden. Ja, vind ik ook. Dan bedenk ik me nu, hoe hebben we zoveel tijd hierover? Zeg maar, ik was om 4:45 mijn bed uit. We hebben zo lang gedaan over foto's maken. We hebben ook nog bij het zwembad gelegen vanochtend. Oh ja, ja. Echt 2 uur, 2,5 uur. Ja, alleen ik was wat eerder weggegaan omdat ik een beetje hoofdpijn kreeg. Omdat ik dus niet zo lang had geslapen. En ik merkte dat die felle zon op mijn gezicht daar niet heel vrolijk van werd. Nou, en toen gingen we ons dus klaarmaken voor Coachella. We zijn hier dus met Lofies. En iedereen heeft uit hetzelfde lookbook de outfits gekocht. En je hebt nou eenmaal dezelfde outfits als anderen. Alleen we zagen dus dat... Ja. Wie had jouw outfit aan? We hadden onze outfit zo uitgezocht. Dat zagen we dat Nina dus exact aan had wat Bibi aan zou doen. Dus ja, toen hadden we even licht op. Ja, want we hadden echt nog maar een half uur ook. Ja, we zeiden echt, we willen uiterlijk 3 uur in de bus zitten. En we dachten gewoon, oké, nou ja, als we 3:15 terug zijn, kleden we ons om en dan gaan we. Ja. Maar ja, toen zagen we dus dat Nina precies had aangedaan. Wat niet erg is, want dat weet je niet van elkaar. Nee. Maar ja, dan is het toch niet leuk om hetzelfde aan te doen. Dus dat moest even omgegooid worden. Maar eindstand had je echt wat leuks aan. Ja. Wat niemand anders aan had. Nee. Dus we waren erg blij met de outfitjes. Nou, je make-up is eraf. Ik zit nog steeds met die... Ja, moet ik je even helpen? Nou, eenmaal op Coachella gingen we dus kijken bij Ray. Dat was echt heel leuk. Ja. We kenden niet per se veel nummers. Alleen de laatste 3 nummers. Maar gewoon zo'n mooie vrouw. Zo'n leuke... Ja, het was gewoon echt fucking leuk om daar te kijken. Ja. Oh. Dus, wat heb je nou weer gedaan? Nee, het gaat goed. Ja, jij zit weer klitten te maken, maar... Nee, het gaat echt heel goed. Heel goed is overdreven. Prima. Oh my god, die frietjes die we hadden gehaald. Met die kip. Ja, we hadden vandaag wel een beetje een... Nou, dat valt dus best wel mee.
Want eindstand? Ja, het was wel echt lekker. Oh. We wilden eigenlijk... We hadden gisteren een salade gehaald. Die was zo lekker. En we konden echt niet wachten om die vandaag weer opnieuw te halen. Maar toen opeens had ik gewoon echt cravings naar frietjes. Dus dat hadden we gehaald. En toen dachten we, dat doen we dan als snack. En dan halen we daarna nog die salade. Ja. Maar we zaten zo vol dat we die salade niet eens meer naar binnen kregen. Maar wij zijn dus beide echt toetjesmensen. We moeten gewoon iets zoets na het eten. Dus toen hadden we echt... Dat heb ik niet gefilmd. Ik heb er ook geen foto van. Maar zo'n milky bun. Ja. Dat is dus een soort donut met daartussen ijs. Nou, jongens. Met Cookie Monster ijs. Ja. En Oreo. Ja. Nou, dat is niet normaal. Het is echt absurd lekker. Ja. Maar dat is echt het enige wat we hebben gegeten. Ik heb dan ook echt zo geen zin om mijn make-up eraf te halen na zo'n dag. Aan de ene kant wel, als er eenmaal af is, vind ik heerlijk. Maar ja, ik denk dan altijd aan de volgende ochtend. Ja, dat... Als je het dan als je zo crusty halen, wakker moet worden. En dat daarna er weer gelijk op moet doen. Nou, ja, ik vind het dan irritant. Dan denk ik, oh, ik heb nepwimpers en die lippenstift moet er nog af. Dan word ik gewoon... Word ik moe van. En ik ben al zo vaak moe. Ja. En guys, morgen willen we dus naar de In-N-Out. Want dat hebben we dus nog niet gedaan. En morgen is onze laatste volle dag. Ja, we moeten. We moeten. Ik ga het onszelf echt niet vergeven. Als we het niet als hebben gedaan. Niet zijn. Inderdaad. Ik stap niet eerder het vliegtuig in. Nee. Dan missen we hem maar. Dan missen we hem. Oké, guys. Nou, wij gaan lekker even onze content editen. Zodat we dat aan jullie kunnen leveren. Mijn moeder, die legt de klemtoon dus zo raar op het woord content. Wat dan? Content? Nee, dan zegt ze zo, heb je je content al gemaakt? Gewoon heel, ik kan het niet eens nadoen. Gewoon dat hetzelfde als jij met je carousel post. Je hebt dus op Instagram, in zeg maar de branding termen, kan je zo'n carousel post doen. Dat je dus meerdere foto's achter elkaar hebt. En Bibi zegt tegen mij, ja, die carousel post die ik moet doen. Ik zeg, wat zeg jij nou? Ik zeg, toen durfde ze het niet meer te zeggen. Ja. Met je carousel. Ik ben gewoon een echte Hollander. Een carousel post. Carousel post. Slaap lekker. Tot morgen. We gaan weer op pad. Ik heb helemaal twee knotjes in mijn haar. Maar we gaan naar de Target toe. Een paar dagen geleden gingen we er ook heen. Eergisteren was het, ja. Maar we willen even gaan kijken of vorige we... week voor we ook al heen. Ja. We waren hier toevallig ook al. Maar we willen snacks gaan halen. Want in het vliegtuig krijg je dus niet zoveel eten. En het eten wat je krijgt is wel prima. Maar dan krijg je een panini, noemen ze het. Maar er zit zeg maar één stukje kaas op. Ja, het is gewoon een beetje, een beetje karig. En we hebben wel een... lange vlucht en tussenstop. Dus we willen gewoon eventjes wat dingen gaan halen. En ik hoop dat dat mee kan de douane in. En we willen vanavond ook niet heel erg veel slapen. Zodat we morgen in het vliegtuig gewoon moe zijn. Dus we moeten gewoon snacks hebben op de kamer. Zodat we gewoon een nachtje door kunnen halen. Ja. Gewoon energy drink of zo. Ja, Celsius halen. Ja. Oeh, heerlijk. Mm. Nou ja, we gaan daar dus heen. We hebben een lange broek aan. Want het is vandaag, volgens mij is het iets van 21 graden. Dan zou je denken, nou doe je toch geen lange broek aan. Nou, daar staat een briesje. Ja, er hangt iets. Koud briesje. Er hangt iets in de lucht. Er hangt iets in de lucht. Dus ik heb dit aan. Lekker mijn sneakers aan. En we gaan weer dus lopend heen en weer. Want het is veel te mooi weer om een uur te pakken. Nee, het is koud. Oh ja. Oh ja, ik zit net te vertellen dat het koud is. De Celsius is ingeslagen. En ik heb een speeltje gepakt voor Navy. Een pizzapunt. Ik wilde eigenlijk een hamburger. Want ja, dat is wel echt Amerikaans. Maar die hebben ze niet. Maar wel een pizzapunt. Met... Ik hoop niet dat dat in mijn koffer gaat gebeuren. Net als die box. Ja, we hadden de box van Bibi erin gedaan. En we doen de koffer dicht en hier zo... Maar ja, we gaan door. Oh my god, voor de OG Emma Chamberlain kenners. Ze hebben hier die Chamberlain koffie. Maar ook die... Strawberry milk latte. En dan hoef je dit dus alleen maar te mixen met water. Hoe? Leuk. I love it. En hier is ook een merk. Ja, de lief. Ook matcha. Alsof het voor mij gemaakt is. Vast heel vies zijn. Ja, dat denk ik ook. Niet aan beginnen. Ik heb geen zin om mijn camera erbij te pakken. Die zit ergens onderop in de tas. Maar het is tijd voor nieuwe Celsius. Ik heb een random eentje gepakt. Een Sparkling Starfruit Pineapple Edition. Dus die gaan we... eventjes nemen. Ga jij ook een random eentje pakken? Gaan grabbelen. We zijn nog eventjes bij Ulta geweest ook.
En heb ik daar nog iets bijzonders gekocht? Nee, ja, we hebben van die hand mist, deze. En die zijn zo chill, zijn zo lekker. Dus die hebben we nog even ingeslagen. Allebei nog 2 van meegenomen. En Bibi heeft nog een blush van Rare Beauty. En ik heb allemaal elastiekjes. Jij bent niet aan het grabbelen, jij bent vals aan het spelen. Nee, ik ging even kijken of ik het Ja. Sparkling Frozen Berry. Oh, dat is wel lekker. Cheers. Oh, heel lekker deze. Ja, deze ook. Ja? Wat gaan we dit doen? Oh, deze is wel mijn favoriet nu. Oh, ook heel lekker. Maar die is echt lekker. Ja, deze is wel lekker fris. Ja, hè? Deze is heel zoet, vind ik. Lekker, maar heel zoet. Ik vind deze ook heel zoet. Die heeft wel een lekkere prik. Echt zo'n... Ja. Echt zo'n spa-rood prikje. Nou ja, we gaan weer teruglopen. Oh my god, omgekleed. En terug bij In-N-Out. We moeten snel zijn, want we hebben echt haast vandaag. Maar we gaan eventjes eten halen. Check dit. Oh. We gaan voor de cheeseburger en de french fries. Heerly. Ik heb alvast even een colaatje. Die moet je hier zelf pakken. En we wachten nu op onze order. Maar we zijn niet de enige. Oh my god. We hebben onze bestelling. 2 cheeseburgers en frietjes. I love it. Hadden we ketchup of mayo moeten vragen? Ja, dat moet volgens mij als je daar je bordje krijgt. Oh, het zit niet eens je hoofd te filmen. Hier ben je. Hi. Hi. Well, that wasn't worth it. Is dat de Uber? Nee, 9GN. We wachten op onze Uber. We hebben echt zo lang moeten wachten. Je hoort ze ook nog omroepen, maar het was het gewoon niet waard. Het was echt druk. Oh, het was... Helemaal... Oh. Ja, het was druk. Het was niet mega lekker. Het was wel lekker, maar het was niet speciaal. Nee, ik vind McDonald's net zo lekker. Yeah. Ik ben wel eens naar Shake Shack geweest in Dubai. Oh, dat is fantastisch. Hetzelfde geldt voor Five Guys. Dit staat zeg maar echt onderaan de lijst. Op dit moment is Bibi Rex aan het opkomen. Oh my god, dit is echt een leuk. Wave your hands everybody, wave your hands from the right. Terug op de kamer. Het is op dit moment 2:30 s'nachts. Maar we vliegen morgen weer naar huis toe. En we willen niet zoveel slapen, zodat we in het vliegtuig lekker moe zijn. Dus ja, wij duiken ons bedje in. Vandaag was zo leuk. Maar ja, trouwens, ik heb nu voetmaskers mee en dat gaan we nu opdoen. Want voeten zijn dood. De koffers staan weer buiten hoor. Van mij, 3. Nou ja, eentje doen we samen. Bibi de grote koffer. En dan komt er nog eentje aan. En dan zijn we helemaal ready. De kamer is ja een beetje een wende, maar dit zijn dus allemaal spullen die weg mogen. Oh, het is me weer een ochtendje. Ik heb 2 uur geslapen, dus ik hoop dat ik in het vliegtuig helemaal ben. Door heel de security heen en nu zijn we op de airport. Oh ja, dit was een open airport. Kijk. Oh, lekker man. Had je bikini aan moeten doen. Besef dat we op de airport zitten en nu gewoon buiten. Hoe fijn is dit? We hebben even lekker eten besteld. Komt de show aan. Wordt dat omgeroepen? Ja, dat wordt opgehaald door Duitse mama. En we vliegen over 2,5. Ja. Nou, we moeten nog zoveel tijd trekken, maar ik moet heel deze vlog nog editen. Dus dat ga ik lekker doen zo. En ik hoop dat ik lekker kan slapen. Thank you so much. Enjoy. Thank you. Nou, ons eten is er. Salmon. Jij is salmon. En ik heb een club sandwich. We zitten in het vliegtuig en we moeten nog ongeveer een uurtje. En ik heb net heel mijn Coachella vlog geëdit. En we hebben hem nog gekeken. Hij is leuk, hè? Ik wil weer terug. Zullen we gewoon op Minneapolis waar we de... Ja, meneer, we hebben ons bedacht. Nee, maar ja, nou dit is dus echt net, maar we zijn dus bijna aan de hoofdstad. Dat is een vlucht van 3 uur. En daarna 8 uur, maar die weer.
Jongens, we zijn dus aan het kijken hoe alle koffers het vliegtuig uitgaan. Maar het is bizar hoe ze ermee gooien. Oh, kijk. Huppatee. Wacht, let op. Kijk, koffertje. Oké, viel mee. Die gaat er boven kratsen. Ja, het was net echt erg. Ja. Van de ene kar naar de andere. Maar hebben we die van ons nog niet gezien? Ah, het gordijntje gaat dicht, kijk. Ja. Oh, zo. Bijna tallen. Die gaat vallen. Oh, hij zet hem stil. Nou, waar komt die? Oh, nee, ja. Even duwen. Ja, en pas. Ja, hij komt eruit. Waar zijn onze koffers? Oh. Ik heb echt vanaf het begin gekeken. Misschien gaat hij nu weer terugheen. Zouden die misschien ergens anders staan omdat het dan een overstap is? Misschien aan de andere kant zit er ook al vanuit. Dat zou ik wel niet. Hallo? Hallo? Knock knock. Zo, het vliegtuig uit. En we zijn weer op de Nederlandse bodem. Oh, wat heerlijk, guys. Ik ben ondertussen alweer lekker thuis. Ik heb me omgekleed. Ik heb mijn paraplu tevoorschijn gepakt. Mijn koffers uitgepakt. Maar ik ben natuurlijk naar mama toe aan het lopen. Want daar staat mijn auto. En die ga ik ophalen. Dan ga ik even lekker boodschappen doen. Heel mijn koelkast weer inladen. Want ik had ervoor gezorgd dat alles op was voordat ik wegging. Zodat ik dacht even dat ik iemand achter me hoorde. Zodat niet heel mijn koelkast gaat schimmelen. Dus ik ga even een grote boodschap halen. Niet een grote boodschap doen. Wat fuck zeg ik. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb zo genoten van deze dagen. En het filmen van deze video ook zo leuk. Het editen, oh my god. Morgen ga ik gewoon weer beginnen aan een nieuwe weekvlog. Dus vergeet zeker niet te abonneren, te liken, te klikken op het belletje. Om niks te missen. En dan zie ik jullie daar weer. Doei doei!